initiatief van het bestuur van de historische kring IJsselstein zijn inventarisaties gemaakt van de naoorlogse wijken in IJsselstein. De bedoeling van de reeks is de aandacht te vestigen op specifieke kenmerken en vooral kwaliteiten van de nieuwbouwwijken in IJsselstein. Cultureel erfgoed is veel breder dan alleen de beschermde monumenten. De kwaliteit van de omgeving wordt ook bepaald door gebouwen en plekken die iets vertellen over het verleden. In het uitbreidingsplan Oranjekwartier en Europakwartier zijn in totaal 1042 woningen gebouwd met wijkvoorzieningen. De wijk wordt begrensd door de Oude Wegen, de Poortdijk, de Utrechtse Weg en de Randdijk. De wijk wordt ontsloten door de Europalaan en Frankrijkstraat. In deze film gaan we in vogelvlucht langs de verschillende naoorlogse bouwprojecten in het Europakwartier. Op de landkaart van de baronie IJsselstein uit 1770, gemaakt door Hattinga, zijn naast de stadsplattegrond ook te zien de uitgaande wegen de Randdijk, de IJsseldijk en de Poortdijk. De vestingstad IJsselstein is nauwelijks veranderd tot de Tweede Wereldoorlog, zoals te zien is op de luchtfoto uit 1938. De ontwikkeling van het Europakwartier en omgeving is te zien op de volgende serie topografische kaarten uit 1882, 1890, 1920, 1969, 1981 en 2020. De heren van IJsselstein waren ook heer en meester van Rijpekerwaard. Dat is te zien op de landkaart uit 1696. Op een tekening van Jan de Beijer uit 1744 is Rijpekerwaard afgebeeld als een vrij groot gebouw met een hoge vierkante toren en gracht. In 1889 is de oude boerderij gesloopt en op de plaats en waarschijnlijk zelfs op de fundamenten is de bestaande boerderij gebouwd. Hier een luchtfoto uit 1928 met daarop aan de Hollandse IJssel de meubelfabriek firma Gebroeders van Rooyen. Van links naar rechts het kantoor met de fabriek en de droogloodsen. Op deze luchtfoto uit 1958 staat steenfabriek De Overwaard, die in 1985 is afgebroken. Het logo in de stenen is van steenfabriek De Overwaard. Hier werden de IJsselstenen gemaakt. Een IJsselsteen is een handvormsteen met een aparte kleine afmeting, kleiner dan een gewone baksteen. Een belangrijk monument in de wijk is de villa van burgemeester Kronenburg, te zien op de opname uit 1915. De villa is gebouwd in 1909 naar een ontwerp van architect Wentink. De villa is later in gebruik als woning van Hannes van Rooyen, directeur van meubelfabriek Gebroeders van Rooyen, in de jaren 70 als kantoor van Nozema en vanaf 1985 in gebruik als notariskantoor. Op de prentbriefkaart uit 1928 is een ander monument te zien aan de Utrechtse weg, de Villa Casanova, waarvan de eerste steen is gelegd in 1925. De stadse vakwerkvilla is ontworpen door architect Rolman. Op de foto uit 1958 is de villa links te zien achter de bomenrij. Hier een serie luchtfoto's van het Europakwartier. De eerste twee uit 1952 en 1965 zijn genomen voor de nieuwbouw. Landschappelijk was het oorspronkelijk gebied grotendeels ingevuld met fruitboomgaarden. De volgende twee foto's geven een overzicht van de situatie in 1982. Hier een serie luchtfoto's uit 1988 van het Oranjekwartier. Hierop zie je het voormalige zwembadterrein voor de bouw van het overdekte zwembad De Hoge Waard en de appartementengebouwen aan de Frankrijkstraat, grenzend aan de Poortdijk. Het Europakwartier is gebouwd tussen 1965 en 1974, in de post-65-periode. Kenmerkend voor de wijk is een sterke mate van uniformering, met aaneengeschakelde stempels van verschillende soorten woningen in een eenvoudig patroon. Het meest opvallend is echter het grote aandeel hoogbouw en rijtjeshuizen. Op de kaart zie je het bouwjaar van woningen en andere gebouwen in het Europakwartier. De jaartallen zijn gebaseerd op de basisregistratie adressen en gebouwen, afgekort de BAG. Doordat verschillende kleuren zijn gebruikt voor de bouwjaren, zie je vooral langs de randen van de wijk een variatie van recente nieuwbouw, aan de Randdijk en de Poortdijk.
Het hart van het Europa-kwartier wordt gevormd door rijtjeswoningen en drive-in woningen, gegroepeerd rond grasveldjes met bomen. Aan de randen van de buurt staan afwijkende bebouwing. Aan de Nederlandlaan, Italiënlaan, Noorwegenlaan en Zwedenstraat staan in een groene setting blokken met portiek-etagewoningen van 4 lagen hoog. Aan de Frankrijkstraat zijn de portiek-etagewoningen ook 4 lagen hoog. Tevens staan aan de rand van het Europa-kwartier individuele en vrijstaande woningen en 2 onder-één-kap-woningen in de Noorwegenlaan en Duitslandstraat. Tevens komen er aan de rand van de wijk niet-woonfuncties voor, zoals bedrijven en voorzieningen, een school, een sporthal, kerken, een moskee en het zwembad. De Duitslandstraat is te zien op de foto uit 1966, genomen vanaf het oude zwembad met in aanbouw zijnde woningen. Op de foto uit 1970 zien wij de Pauluskerk, een ontwerp van architect Schijvens. Het is een sobere, moderne kerk in bosse schoolstijl. Op de foto uit 1970 met paard en wagen, kardinaal Alfrink tijdens de inwijding van de Pauluskerk. Gezinsvervangend tehuis De Bongert aan de Duitslandstraat. Geopend in 1973 was het eerste kleinschalige wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking in IJsselstein. Bouwbedrijf Flori en Van den Heuvel bouwde een serie van 105 woningwetflats in het Europa-kwartier. De Europalaan uit 1974. Hier zien wij de bushalte Europalaan op een autoloze zondag. Op de foto uit 1983 van de hoek Europalaan en de Utrechtseweg zien wij een flatgebouw aan de Italiënlaan. Op de foto uit 1980 vanaf de hoek Europalaan rechts de steenfabriek De Overwaard. In 1970-1971 verrezen in het Europa-kwartier 54 drive-in woningen aan de Frankrijkstraat, Belgiëstraat en Engelandstraat. Op de foto uit 1973 met bus, links de villa van Van Rooyen en rechts tuincentrum Blomhof aan de Poortdijk. Op de foto uit 1979 zien we de bevroren Nederlandlaan vanaf de Frankrijkstraat. Bouwbedrijf Flori en Van den Heuvel bouwde een serie van 91 flats aan de Nederlandlaan, Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat. Op de foto uit 1970 zien wij de in aanbouw zijnde woningen vanaf de Nederlandlaan, met op de achtergrond de flat- en eengezinswoningen aan de Engelandstraat. Op de volgende foto uit 1970 vanaf de Nederlandlaan flats aan de Noorwegenlaan, de Zwedenstraat en eengezinswoningen aan de Griekenlandweg. Op de foto uit 1980 de flats langs de Nederlandlaan. In de wijk verdwenen ook een aantal gebouwen aan de randen van de wijk, met name het buitenzwembad. Op de foto's uit 1947 zien wij de voorloper het Juliana-zwembad. Een door de buurtvereniging van het Julianawijk zelf gegraven kuil met water uit de Hollandse IJssel. Een serie foto's uit de periode 1970 tot en met 1976 geeft een indruk van de randdijk en het zwembadterrein. Begin jaren 70 werd er een nieuwe gereformeerde kerk, De Poort, gebouwd aan de Andorrastraat, die inmiddels is verbouwd. De gereformeerde kerk De Poort fuseert met de hervormde deelgemeente De Burchtkapel. De nieuwe gezamenlijke kerk krijgt de naam Ontmoetingskerk, die in 2006 in gebruik is genomen. Naast de kerk staat sporthal Poortdijk, onder andere de thuisbasis van de worstelvereniging De Nelson. Aan de Poortdijk en Frankrijkstraat zijn op een deel van het voormalige zwembadterrein appartementengebouwen gebouwd. De moskee Taoba aan het Finlandpad is het eerste religieuze gebouw samenhangend met de groei van het aantal bewoners van IJsselstein met een islamitische achtergrond. De moskee is in 2000 in gebruik genomen. Deze video over de wederopbouwwijk Europa-kwartier is gemaakt op initiatief van de HKI. Het doel van deze inventarisatie is het creëren van bewustwording voor de aanwezige cultuurhistorische waarden van de naoorlogse wijken. Naast deze video is er ook een publicatie beschikbaar over de wijk bij de HKI,
in het magazine Stad en Land, uitgave 176.